Als je thuis moet gaan werken met Google Meet, omdat je juf of meester het heeft verteld, is hier een eenvoudige uitleg hoe dat werkt. Om met Google Meet te kunnen werken, heb je een laptop, Chromebook of een PC nodig met een webcam. Het kan eventueel ook via je mobiel met een Meet-app of via een tablet, maar dan worden de beelden wel erg klein die je straks gaat bekijken. Het kan zijn dat je juf of meester je hebt gevraagd om via Classroom in te loggen. Dan heb je ook je schoolaccount nodig, je e-mailadres dat je van school gekregen hebt. Om deel te kunnen nemen aan een Google Meet heb je een link nodig. Het kan zijn dat juf of meester die via de mail gestuurd heeft, of via een social media zoals Social Schools, of via je Classroom of op een andere manier met je hebt gedeeld. Klik op die link en je komt meteen in de Meet van de juf of meester. Werk je op school met Google Classroom en ben je ingelogd met je naam, zie je op je Classroom ook een link staan naar de Meet van de juf of meester. Onder schoolwerk staat er zelfs meteen een link naar de Meet. Als je daarop klikt, kom je meteen in de Meet van jullie klas. Als je op een link hebt geklikt, kom je op een scherm zoals dit. Ik zie hier staan dat ik mijn microfoon en camera aan heb staan. En ik kan nog wat instellingen veranderen. Je kan bijvoorbeeld een achtergrond wijzigen door die onscherp te maken. Zo ben ik zelf wat duidelijker in beeld, maar mijn achtergrond wijziger. En je kan een andere leuke achtergrond kiezen. Maar kijk even wat juf of meester met je hebt afgesproken wat mag. Voordat ik een les ga deelnemen, zet ik mijn microfoon uit. Je kunt je voorstellen dat als de meester of juf 32 kinderen heeft, zoals ik, en ze gaan allemaal tegelijk praten, dat er dan iemand gek wordt. Net als in de klas. Dus ik zet mijn microfoon uit. Ik kan nu klikken op nieuw deelnemen. Het kan ook zijn dat er staat deelnameverzoek insturen. Dat wil zeggen dat als je daarop klikt, dat de juf of meester een melding krijgt en dan jou eerst moet goedkeuren. Ik kan dan meteen op nieuw deelnemen klikken. En ik kom dan in de les. Kijk, hier zie ik mijn inlog, of hierboven zie ik mijn inlog. En er is nog een andere leerling, leerling 2, dat ben ik ook. En de juf of meester is Harald van Brederode, daar ben ik ook. Op dit moment kan ik al deelnemen aan het gesprek. Ik kan zien wie er online is. En ik heb een chatfunctie. In de chat kan ik berichten sturen die iedereen kan lezen. Kijk even wat juf of meester met je hebt afgesproken wat de bedoeling is. Gebruik het vooral voor serieuze vragen. Want als iedereen die gekke berichten in gaat sturen, dan weet de juf of meester ook niet meer wat er nou een serieuze vraag is en wat beantwoord moet worden. Als ik mezelf wat groter in beeld wil hebben, kan ik hierop klikken. En ik zie dan de camera die ik net had van mezelf. Dus mezelf, andere leerlingen en juf of meester. Die zie ik nu van de zijkant omdat ik mijn juf of meester laptop aan de andere kant heb staan. Onder deze drie knopjes zitten nog wat meer instellingen die handig zijn voor je. Bovenste is de belangrijkste. Bij layout wijzigen kan ik zeggen van nou, laat het zelf kiezen wat ik in beeld krijg. Of ik wil alle kinderen in mijn klas zien. Of ik wil de eentje groot in beeld zien. Dat zal de juf of meester zijn en de andere klein ernaast. Deze is vooral handig als juf of meester aan het presenteren is. Daarnaast kan ik zeggen hoeveel kinderen ik bij deze dan in beeld wil hebben. Nou, een grote klas, dan kan ik ze allemaal in beeld. Maar ja, dan wordt het wel hele kleine beeldjes van iedereen. Het kan zijn dat juf of meester met je afgesproken hebt dat je je hand moet opsteken als je wat wil zeggen. Iedereen heeft zijn microfoon uitstaan, maar als je wat wil zeggen dat je je hand opsteekt. Hieronder zit een heel klein knopje, daarmee kan je hand opsteken. En je ziet dan bij mij mijn hand opgestoken is. Ik zelf spreek wel vaak met kinderen liever af om gewoon je hand op te steken zoals dit, omdat het veel duidelijker is. De microfoon staat nu uit. Het kan zijn dat juf of meester jou een beurt geeft, dan kan je microfoon aanzetten en weer uitzetten. Dat kan ook met de spatiebalk. Het kan natuurlijk zijn dat je juf of meester een les met je wil delen. Juf of meester klikt dan op presenteren. En je krijgt dan een melding dat er een les wordt gedeeld. Kijk, hier is een snippetles over optellen en aftrekken met comma getallen.
En als juf of meester door die les heen loopt met de uitleg die erbij is, kan jij het op deze manier meevolgen. Werk je zelf met een online programma zoals Snapit, dan zou je dat dus op een ander device, op een ander apparaat daarnaast moeten doen. Dat maakt het wel wat lastiger om op deze manier te werken, maar je kan wel een mooie instructie krijgen van juf of meester op deze manier. In je layout zie je hier nog steeds het scherm van juf of meester met alle gebruikers ernaast van je klas. Maar je kan natuurlijk ook, als je het wat groter wil hebben, kiezen voor Spotlight en dan krijg je het scherm van juf of meester in het groot te zien. Je hebt nu de basisdingen geleerd van Google Meet. Een aantal afspraken die goed zijn om te maken met juf of meester is zorg dat je op tijd komt. Zet op tijd je Google Meet aan en kom niet op het laatste moment en dat je dan merkt van hé, mijn microfoon doet het niet of mijn camera doet het niet of ik heb geen verbinding of zo. Dus zoek het uit dat je het op tijd regelt, dat je op tijd online bent in je klas. Voordat je begint, microfoon uitzetten. En kijk bij de instellingen, bij de layout, of je een grid view wil. Dat wil zeggen dat iedereen in beeld is. Of dat je alleen het scherm van meester in beeld wil. Gebruik op hand opsteken. En ga ondertussen geen andere dingen doen. Dat mag in de klas niet, want dat leidt je af bij de les. Maar zeker online niet, omdat de online les vaak nog veel korter gaat. En het vaak maar één keer wordt uitgelegd. Nog wat tips. Zorg voor voldoende licht. Ga niet in een hele donkere omgeving zitten. En zorg dat je er natuurlijk goed uitziet op de camera. Gebruik een rustige achtergrond. Dat is voor de andere kijkers veel rustiger dan dat ze allemaal afgeleid worden door wat er op je achterkant gebeurt. En dat je lekker op jezelf zit en niet allemaal mensen rondlopen. Zoek een plek waar je goede wifi hebt. Of zorg voor een bekabelde verbinding. Want als je les halverwege uitvalt, dat is ook vervelend. Praat duidelijk en rustig. Nog meer dan in de klas moet je duidelijk en rustig praten als je een beurt krijgt. Omdat het via de Google Meet nog lastiger is om naar iedereen te luisteren die online is. Gebruik eventueel oortjes met een microfoon als je die hebt. Dan heb je minder last van de achtergrondgeluiden en kan je het zelf ook beter horen.